Thank you very much, President. 3 minutes is too long, as we all know, but I will at least take 4 minutes. Dames en heren, beste collega's, er is daarnet terecht veel gesproken over partnership en ownership. En het is juist dat we alleen iets kunnen bekomen wanneer we dat effectief in groot partnership doen, zeker wanneer we geconfronteerd zijn met een totaal nieuwe situatie met betrekking tot migratie. Het is meer dan migratie, het gaat over een societal shift waar we tegenaan kijken. De burger neemt een centrale plaats in het hele Europees project, maar we vergeten het vaak. En vaak zien we de Unie vanuit de instellingen, waar we gewoon naar het verdrag van Lissabon moeten kijken, om te weten dat de eigenaars van het Europees project zijn de burgers. The citizens are the owners of the European Democratic Project. En het is precies de bedoeling dat met het Europees burgerinitiatief er een stem gegeven wordt aan de burgers en dat er ook tegemoet gekomen wordt aan het gebrek aan trust, aan vertrouwen, aan connectie met datgene wat ons gemeenschappelijk project is. We stellen het elke dag vast in termen van communicatie, waar men communicatie top-down heeft, technisch enzovoort, en waar we onvoldoende in dialoog treden. Dus om de vertrouwenscrisis te kunnen overbruggen, denk ik dat we een centrale plaats aan de mensen moeten geven, want daarover gaat het. Het Europees Burgerinitiatief tracht daaraan tegemoet te komen. We hebben de artikelen van het verdrag van Lissabon die heel duidelijk aangeven dat er dialoog moet zijn met de burgers, dat de burgers alle mogelijke expressie kunnen geven van hun opvattingen. Maar alleen artikel 11 ten vierde geeft aan dat er een eigen initiatief kan genomen worden om, en dat is essentieel, de commissie te brengen tot een rechtshandeling. En we stellen vast in het verslag van de commissie dat we tot op heden 51 voorstellen gehad hebben. Er zijn er maar 3 die aan het eindpunt gekomen zijn. Dus ik schrijf in mijn advies dat het waarschijnlijk een verhoopte democratische revolutie was die men in het vooruitzicht had, maar die misschien nooit zal plaatsvinden. Daarom stellen we voor in ons advies dat de commissie op een andere manier omgaat met het Europees Burgerinitiatief. We doen een aantal concrete voorstellen die inhouden dat er meer mogelijkheden gegeven worden, dat er ook niet alleen financiële ondersteuning zou zijn, dat de commissie niet langer als rechter en partij zou optreden. Want het is de commissie die oordeelt of een burgerinitiatief voortgang kan maken of niet. Er zijn een aantal voorstellen die we naar voren brengen die te maken hebben met veel grotere connectie en ondersteuning vanuit de lidstaten en ook vanuit de regionale en de lokale besturen. En kortom, wanneer ik mij moet houden aan de tijd, een aantal voorstellen die we doen moeten ertoe leiden dat er zeer snel en niet op langere termijn aan een nieuw framework wordt gewerkt rond het Europees Burgerinitiatief. Ik dank u, voorzitter.